Welkom bij De Magische Klok. De YouTube-serie waarin je alles te weten komt over de geschiedenis van de Efteling. In deze aflevering de Bob. De Bob is na de Python, de Halve Maan en de Piranha de vierde trailride in de Efteling in de jaren 80. Met het bouwen van snelle, sensationele attracties boort het park een nieuwe doelgroep aan. Als locatie voor de Bob zijn twee opties beschikbaar. De eerste in het oostelijk deel van het park, waar al andere thrillrides en horeca aanwezig zijn. En de tweede nabij de Piranha en het Spookslot. Op de plaats waar eerst de tennisbanen en het hertenkamp waren. Uiteindelijk valt de keuze op de tweede locatie. Doorslaggevende redenen zijn dat dit parkdeel aan de sfeer van de attractie kan worden aangepast en dat er ruimte is voor verdere ontwikkeling en uitbouw. Vanaf 1985 kun je in de Efteling wintersporten in de zomer. In het midden van de jaren 80 zijn er twee types bobsleebanen voor attractieparken. Eén met een lange trein waar veel bezoekers tegelijk in kunnen en een andere met kleinere sledes voor maximaal 6 mensen. Omdat dit type slede erg lijkt op een echte bobslee, kiest de Efteling voor deze laatste variant. De bouw van de Bob startte in 1984. De baan, bestaande uit groene goten met de sneeuwkleurige binnenzijde, wordt tussen de bomen doorgebouwd. Het station is opgetrokken in Zwitserse stijl. In de laatste bocht wordt elke bobslee in volle vaart gefotografeerd. Voor de naam komt een hele reeks suggesties langs. Olympic Bob, Swiss Bob, Tiger Bob, Turbo Bob, Silver Fox en IJsvogel, maar uiteindelijk is kortweg gekozen voor de Bob. De attractie wordt tijdens een persconferentie op 27 maart 1985 geopend door een team van Europese bobsleders. De harde wielen van de sleders zorgen in de eerste jaren voor geluidsoverlast. Door een ingenieuze aanpassing van het materiaal kunnen de bobsleders worden uitgerust met rubberen wielen. Hierdoor is er veel minder lawaai. Naast de uitgang van de Bob nestelt zich in 1988 een nieuwe hollebolle grijs. Deze charmante Tiroler papierschrokker vraagt met Oostenrijkse tongval om een lekkere tractatie. Kan je meer een stukje papier geven? Dankje. Samen met de komst van Tiroler grijs opent ook restaurant De Steenbok. De opvolger van het tijdelijke eethuis in de vergulde Kobold. In 2005 nemen we afscheid van de originele bobsleders. Het nieuwe ontwerp heeft een stoere houten uitstraling en een comfortabelere indeling. Per instap kunnen nu twee personen naast elkaar plaatsnemen in plaats van achter elkaar. Hiermee gaat de bezettingsgraad omhoog en wordt de wachttijd korter. Ook worden de starre achterwielen vervangen door zwenkwielen. In 2012 wordt de belettering en vormgeving van de Bob aangepast en restaurant De Steenbok is voortaan het thuis van bobsleevereniging De Steenbok. In 2013 wordt een single rider ingang toegevoegd. Bezoekers die de rit alleen willen maken, kunnen via deze entree de lege plaatsen opvullen. De Efteling is erg zuinig op alles wat er in het park staat. Maar soms moeten er lastige beslissingen genomen worden. Doordat banen als de Bob niet meer worden gemaakt in de wereld, werd het steeds lastiger de baan up-to-date te houden. Daarom is er voor een alternatief gekozen. Na de zomer van 2019 is de Bob dan ook afgebroken. Parkdirecteur Fons Jurgens bood een originele bobslee te koop aan, ten bate van Villa Pardoes. Entertainer Jürgen Freilich zong tijdens het Negenpleinenfestijn een speciaal afscheidslied. De achtbaan Max en Moritz is de waardige opvolger van de Bob. Hoe vaak ben jij in de Bob geweest